Dames en heren, nogmaals, allemaal hartelijk welkom op deze bijzondere plechtigheid ter gelegenheid van de opening van de landijsbaan. Amstelveen is een sportaccommodatie rijker, schaatsen, waardoor Amstelveen nu helemaal Hollands is, zou ik kunnen zeggen. Ziet u dat ook zo? Ja, dat zie ik zo. Het is echt een traditie, het schaatsen. Iedereen is er bijna mee opgegroeid in dit land. En het is, als het helemaal zover is, dan zie je alle Amstelveeners, maar ook in heel Nederland, mensen met een grote glimlach om hun mond lopen. Het is koud, maar op de schaatsen is het altijd een dolle pret en is het altijd heel erg leuk. En dan toch een woordje richten aan Victor. Want vorig jaar zaten wij een kopje koffie te drinken en hij was dit raadslid geworden. Ja. En we moesten, wat was het, 12 miljoen bezuinigen en we hadden grote overleggen gehad. We lopen naar de auto toe en hij zegt: Herbert, we hebben toch wel ergens 30.000 euro of zo liggen. Ik zeg, nou, hoezo dan? Nee, een heel mooi idee. Ja, ik vertel je het nog wel een keer, een ijsclub en zo. En dat is allemaal keurig te regelen. Ook wel heel goed voor de stad ook. Nou, lang verhaal kort te maken. Die 30.000 euro hebben we ergens gevonden. Victor heeft het met vlag en wimpel door de gemeenteraad heen gehaald. Dat was het leukste moment van de hele avond. De rest van de avond was echt verschrikkelijk, dames en heren. Er is ook verder niks van terechtgekomen van al die moties en andere amendementen. Ja, die kant. Oh, het gaat. Een mannetje of 80 die zeg maar betrokken zijn bij de landijsbaan. Dus op het moment dat het gaat vriezen, gaan zij met heel veel eigen leden, gaan ze de koek en zoopje bemannen, ze gaan de lichtmasten bemannen, ze gaan de banen vegen. Dat gebeurt allemaal door de mensen van de club zelf. Met een relatief klein bedrag, rond de 30.000 euro, is er iets neergezet wat nooit kan voor dat geld. En dat komt omdat met dat geld, dat is dan zeg maar net voldoende om iedereen in beweging te krijgen. De vereniging, vrijwilligers, bouwbedrijven, iedereen wil graag meehelpen. En dan komt die energie van die stad komt eigenlijk vrij. Iedereen zet zijn schouders eronder. Ja, en dan in de politiek kun je het bijna niet voorstellen, maar je hebt het vorig jaar afgesproken. En nu sta je nog, je ziet het hier gewoon, het is gewoon gebeurd ook nog. Het is nog gerealiseerd. Onze vrijwilligers in deze, dat zijn de weergoden, ben ik bang. Nou, die hebben we er ook bij nodig. Maar ja, het moet wel allemaal eerst liggen. En het lijkt allemaal heel simpel, maar hier liggen buizen onder de grond. Al het nodige is hier, heel veel werk is hier verzet. Maar die weergoden hebben we inderdaad heel hard nodig.